We eindigen de video van paragraaf 1.1 met de vraag waarom Holland in de 16e eeuw geen last had van Malthusiaanse spanningen en de rest van Europa wel. Op die vraag wordt in deze paragraaf een antwoord gegeven en daarvoor haalde er een oude uitspraak bij van een andere bekende Hollander, namelijk Johan Cruijff, die zei: Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat zullen we ook nu gaan zien, want we hadden in de vorige paragraaf ook gezien dat de Hollandse grond eigenlijk helemaal niet geschikt was voor de landbouw. Die was veel te nat en veel te drassig. Maar juist daaruit gaat Holland haar voordeel halen, want als ze zelf geen voedsel kunnen verbouwen, dan moet ze het ergens anders vandaan gaan halen. En dat is een van de redenen waarom Holland opkomt, zoals de titel van de paragraaf ook suggereert. Die opkomst van Holland is te danken aan de graanhandel met het Oostzeegebied. Dat zien we hier op de kaart, de Oostzee, de zee tussen Denemarken, Zweden en de Baltische Staten. Je ziet daar een aantal zwarte stippen staan, een aantal steden. Dat zijn die Hanse steden waar ik het in de vorige paragraaf ook al over had. Die vormden een handelsnetwerk, die werkten met elkaar samen, die steunden elkaar en die waren daardoor allemaal heel erg rijk. In de landen aan de Oostzee werd veel graan gebouwd, maar dat waren dunbevolkte gebieden, dus dat betekende dat er heel veel graan over was. En de Hollanders gingen daar hun graan vandaan halen. Omdat er zoveel was, was het heel goedkoop en konden ze daar dus ook goedkoop vandaan halen. Maar om er te komen, moesten ze wel eerst een aantal ruzies uitvechten met die Hansesteden. Die Hansesteden hadden namelijk het liefst zo weinig mogelijk concurrentie in hun eigen gebied. En dan worden er oorlogen uitgevochten tussen de Hollanders en de Hansesteden. En die oorlogen die worden de Zondoorlogen genoemd. En de Zond dat is de doorgang of de toegang eigenlijk tot het OC-gebied. De zeestraat tussen Denemarken en Zweden. En in 1544 winnen de Hollanders definitief de laatste zondoorlog van de Hanze. En daarmee is de Hollandse handel in met het OC-gebied veiliggesteld. En dan kunnen de Hollanders pas echt aan hun opmars beginnen. Die graanhandel wordt de basis van de internationale handel. De Hollanders gaan graan uit het OC-gebied halen. Maar dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Dat, daar moeten ze iets voor teruggeven. Nou ja, wat voor handelsproducten hebben ze zelf? Haring bijvoorbeeld. En uh, ze gaan ook zout en textiel en wijn uit andere gebieden halen, zodat ze dat tegen graan kunnen ruilen. En zo ontstaat er voor de Hollanders een handelsnetwerk. En we zullen dat eens even op een kaartje gaan zetten. De Hollanders willen dus graan uit het OC-gebied halen. Maar daar hebben ze dus andere producten voor nodig. Dus wat doen ze? Ze gaan zout, haring, textiel en wijn er tegen ruilen. Maar daarvoor moeten ze dus zout uit Spanje halen. Dat deden vaak Zeeuwse, Zeelandse uh, handelaren deden dat dus. Uh, er werd textiel gehaald uit de zuidelijke Nederlanden, tegenwoordig in België, vooral in Vlaanderen lagen belangrijke textielsteden zoals bijvoorbeeld Yper. Er werd wol gehaald uit Engeland, wijn uit Zuid-Duitsland en Frankrijk, en de Hollanders vingen dus zelf heel veel haring op de Noordzee. En je ziet dat die Hollanders graan moesten gaan halen, maar om dat te doen moesten ze ook allerlei andere producten uit de rest van Europa gaan halen. En zo ontstond er langzaam brand een handelsnetwerk. En waarom waren die Hollanders erin zo succesvol? Want waarom deden andere landen dat er niet, zou je je af kunnen vragen. Nou ja, omdat de Hollanders en de Zeeuwen een hele grote handelsvloot hadden. En ze hadden bovendien niet alleen meer schepen dan andere landen, maar ze hadden ook betere schepen. Schepen die over een langere afstand konden varen en waarbij die producten dan goed bewaard bleven. En zo deden de Hollanders heel veel ervaring op in de handel. En zo ontstond er dus langzamerhand een handelsnetwerk. En als je nu naar het kaartje gaat kijken van Europa, dan zie je dat eh, Holland en Zeeland eigenlijk ook best wel gunstig liggen. In het midden van Europa, eh, aan de zee. Dus ze waren ook gewoon goed bereikbaar. Daar profiteerden de Hollanders en de Zeeuwen ook heel erg van. En die groei van de handel, dat is tegelijkertijd ook weer een impuls voor de nijverheid. Nogmaals, dat is maken van producten. Uh, want er moeten heel veel schepen gebouwd worden voor die handelaren. Maar ja, schepen zijn duur, zijn kostbaar. En die kunnen ook nog wel eens vergaan, dus er moesten goede schepen gebouwd worden. Het was heel risicovol om dat te doen. En wat gaan de kooplieden dan doen? Ze gaan niet zelf allemaal een apart schip bouwen. Nee, ze gaan samenwerken in zogenaamde partenrederijen. Een rederij is een uh, bedrijf dat schepen heeft. En een part wil zeggen een deel. Iedere koopman kon dus een deel van de rederij in handen nemen. Ze gingen dus samenwerken en ze verdeelden zo het risico. Maar ze zorgden dus ook voor dat er een soort wijgevoel ontstond. En ook in de landbouw zien we zo'n wijgevoel ontstaan. Maar eerst gaan we eens kijken hoe die landbouw zich sowieso ontwikkelt in Holland. Want die graanhandel zorgde er ook voor dat het ineens een stuk beter ging met die Hollandse landbouw. Waarvan we in de vorige paragraaf nog zagen dat daar de grond eigenlijk helemaal niet geschikt voor was. Nee, die grond was niet geschikt voor de verbouw van graan. En graan was natuurlijk het belangrijkste voedsel, dus dat moest als eerste geproduceerd worden. Maar omdat nu dat graan ergens anders vandaan werd gehaald, konden de Hollandse boeren zich gaan richten op andere vormen van landbouw. En zo ontstaat de gecommercialiseerde landbouw. De landbouw die niet zelfvoorzienend is, waarbij de boeren dus niet voor zichzelf en hun eigen familie produceren. Maar gecommercialiseerde landbouw is juist landbouw waarbij de boeren producten produceren die ze kunnen verkopen. Waar bijvoorbeeld in de steden vraag naar is. En we hadden al gezien in 1.1 in Holland zijn heel veel steden. Nou, wat voor producten uh, moeten we dan aan denken? Uh, er worden dus uh, producten voor de stedelijke markt geproduceerd. Dat zijn aan de ene kant handelsgewassen. Hier hebben we enkele voorbeelden van. Vlas, koolzaad en hennep. Hennep, daarbij moet je niet uh, denken aan de toepassing die waar velen van jullie nou aan denken. Hennep is ook goed om stof van te maken, om touw van te maken. En dat is natuurlijk voor de scheepsbouw bijvoorbeeld heel erg belangrijk. En als je koolzaadjes, als je die goed perst dan krijg je daar olie van. Is ook altijd heel erg makkelijk natuurlijk. Nou dat zijn handelsgewassen. Producten dus die je verbouwt om te verhandelen. Daarnaast gaat het hier niet alleen om akkerbouw, maar ook om veeteelt. Die zien we heel erg opkomen. De zuivelproductie nam heel erg toe in Holland. Melk van de koeien was populair, er kon kaas van gemaakt worden. Die beesten waren goed voor het vlees, dus die werden vet gemest. En de Hollandse boeren gingen dus heel erg produceren voor de markt. En we zien tegelijkertijd ook dat net als die kooplieden ook de Hollandse boeren gaan samenwerken, want ze gaan waterschappen vormen. Het water bleef gevaarlijk voor de Hollanders, dus er moesten dijken aangelegd worden. Maar het schiet natuurlijk niet op als jij voor jouw stukje akker een dijk neerlegt en je buurman doet het niet, want dan stroomt het water er gewoon omheen. Dus in een waterschap werd geregeld dat ze dat allemaal samen gingen doen. Ieder betaalde belasting voor het waterschap en het waterschap zorgde ervoor dat dijken werden aangelegd. En zo leerden ook de Hollandse boeren dat ze samen moesten werken. En deze zaken zorgen er dus voor dat er een goede basis ligt voor een grote economische groei in Holland en in Zeeland. En nogmaals, dat begin met die wijsheid: ieder nadeel heeft zijn voordeel.